Taiko Gamers, Lars hier. Welkom terug bij een gloednieuwe aflevering van Prison Architect, hier op Faku Games. En jongens, zoals jullie kunnen zien, zijn we vandaag net op tijd geweest. Want meneer Harville hier, die trouwens met een vuilniszak in zijn bed slaapt, heeft geprobeerd om een tunnel te graven vanuit zijn cel. Hij heeft ook een kartonnen pop in zijn bed gelegd, zodat het net lijkt alsof hij nog aan het slapen is. Dus deze dude, die gaan wij eens eventjes van minimale beveiliging naar maximale beveiliging stoppen. Dat betekent dat hij naar de andere kant moet vertrekken. En hier loopt de hele tunnel. Die trouwens net op tijd ontdekt is, want ze waren bijna bij de buitenmuur. We moeten die tunnel zo snel mogelijk dicht gaan gooien, want anders gaan andere gevangenen er gebruik van maken. Hop, zo vlot, hartstikke idee. Jij was trouwens ook aan het graven, hè, Williams? Jij was ook aan het graven, jij bent ook betrapt. Minimale beveiliging, maximale beveiliging. Hoppatee, naar de overkant. Jij hebt hier niks meer te zoeken, vriend. Aan de kant. Werkmannetjes, gooi die tunnel dicht. En laten we daar maar eens eventjes gauw klaar mee zijn. Want hier aan deze kant ligt natuurlijk het belangrijke werk van vandaag, hè. Gisteren zijn we er al een klein beetje mee begonnen met het bouwen van een extra cellenblok. En vandaag wil ik met jullie gaan proberen om dit cellenblok helemaal af te maken. Want ik heb een beetje verkeerd gekeken. Gisteren was ik ook helemaal scheef aan het tekenen de hele tijd. Er klopt er geen ene hol van. Vandaag klopt er hopelijk wel een ene hol van. Want we gaan proberen om dit eens eventjes helemaal keurig netjes af te maken. Hier moeten we natuurlijk het gangetje krijgen. Dus dat moet nog eventjes doorgetrokken worden. Op die manier. Hier komt dan zo meteen de muur te liggen. Dit is de buitenmuur al, dus dit moet dan zo. Hoppakee. Bam naar boven. Drie breed. Zo. En dit is wat we nodig hebben verder. Zo dan. Hoppakee, hoppakee, hoppakee. Gangetje daarheen. Dit is hoe we het moeten hebben. En niet anders. Oftewel, we moeten hier dus een extra fundering neergooien. Fundering van beton, please. En als dit af is, dat zal waarschijnlijk zo meteen zijn, gaan we natuurlijk naar de andere kant. Want ik wilde met jullie hier, aan deze kant van de gevangenis, nog een extra ruimte voor zeer zwaar beveiligde gevangenen gaan bouwen. Meer gevangenen is meer geld is een blijere vaco. En een blijere vaco is meer video's. Dus eigenlijk zijn jullie video's afhankelijk van mijn geluk in Prison Architect. Dat is eigenlijk best wel apart. Oh, kijk, er komt de Polonaise aan. De werkmannetje Polonaise komt eraan. Hoppatee, en de volgende. Lekker lopen, jongens. Met z'n allen lekker bouwen. Is gezond. Wow, $16.000 per dag erbij. Which is awesome. We krijgen gewoon heel veel geld. Deze gevangenis, ik vind hem echt zo fucking tof. Jongens, eventjes wat ik al een tijdje niet meer gedaan heb. Als jullie deze gevangenis een cijfer zouden moeten geven, welk cijfer zou je dan geven waarbij 1 een flutgevangenis is die helemaal niet mooi is en 10 is de beste, tofste, meest awesome gevangenis die je ooit hebt gezien? Laat maar eens even weten in de reacties. Ik zou mijn gevangenis persoonlijk een 8 geven. Gewoon puur omdat dit de grootste gevangenis is die ik ooit gebouwd heb. En daar ben ik best wel een klein beetje trots op. Op mezelf. En dat mag ik toch ook best wel zijn, denk ik. Hm? Want we zijn ook al best wel lang bezig met deze gevangenis. En hij wordt awesome en hij wordt baas. En jullie kijken nog steeds, jullie liken nog steeds. Dus jullie vinden deze prison nog steeds tof. Maar ooit gaan we natuurlijk wel een volgende gevangenis bouwen, hè. Ooit gaan we een helemaal nieuwe bouwen. Dan verkopen we deze en dan gaan we gewoon ons geluk opnieuw beproeven. Maar dat is later. Laten we eerst dit maar eens even helemaal voorbouwen. En dan kunnen jullie hem natuurlijk ook binnenkort downloaden, hè. Dat is ook heel belangrijk. Want ik ga deze gevangenis uiteraard, als ik de andere... Hé, wat ga je doen, vriend? Waar ga jij naartoe? 1 ontsnapping. Oh god, nee. Alleen maar omdat ze dit niet... Jongens, come on. Er staat hier een fucking vuilniszak. Het kan niet zo zijn dat ze vanwege 1 vuilniszak gaan ontsnappen. Personeel, dan zet ik hier meteen bewakers neer, hoor. Jongens, werkmannetjes, dit is jullie schuld. Ik ga jou eventjes hier neerzetten. Bewaak de boel daar. Maar haal er ook even door. Jongens, come on. Dit zijn ontsnappingen, pogingen, hè, dit. Om jullie te beroerd zijn om die fucking vuilniszak weg te halen. Daar gaat er weer een. 3 ontsnappingen, oh my freaking god. Ja, het schiet ze neer. Goed zo, hè, hè. Jij probeert het ontsnappen, ik zie je wel. Maar jij bent te laat, vriend. Straffen. Eenzame opsluiting, permanent. Maximale beveiliging, Coley. Alleen maar omdat die werkmannetjes te lui zijn om die fucking vuilniszak weg te halen. Dan moeten ze echt eens een keertje wat aan gaan lopen doen in deze game, jongens. Want het is zeer vervelend, dit. Dan denk je dat je het hebt. Maar nee hoor, de werkmannetjes die moeten eerst nog eventjes een betonnen houtblokje weg gaan brengen. Omdat ze dat leuk vinden. Jongens, werkmannetjes, jullie zijn werkmannetjes. Dat betekent dat je af en toe klusjes moet uitvoeren die je niet leuk vindt. Of je het nou wil of niet.
Dat betekent dat als jij een vuilniszak weg moet halen, dat je een vuilniszak weg moet halen. Jongen. Dan ben ik chagrijnig. Het ging zo lekker in deze aflevering. En dan ben ik gewoon pissig. Misschien dat jullie me blij kunnen maken. Jongens, knallen jullie eens eventjes een like op deze video. Als je dat nog niet gedaan hebt. Misschien dat ik daardoor weer een beetje blij word. Want ik heb best wel een beetje blijheid nodig vandaag. Zeker omdat al die gevangenen nu allemaal ontsnapt zijn. Dat maakt mij droevig. Dat vind ik een mooi woord. Droevig. Dat woord moet ik vaker gebruiken. In conversatie. Droevig. Dat vind ik mooi. Ik hou van mooie woorden. Mooie woorden zijn awesome. Pararam, douches erbij. Zo. Oh, nee, niet in de muur. Op de muur. En niet douchen in de muur, hè, jongens. Dat gaat een beetje moeilijk. Wc'tje erbij. Zo. En dan kunnen we dit zometeen ook als cellen aangeven. Wat we trouwens helemaal nog niet gedaan hebben, bedenk ik me net. Dit moeten ook trouwens nog moeten deuren in. Want een cellenblok zonder deur is natuurlijk gewoon een hotel. Hoppatee. Dan krijgen we lekker veel capaciteit erbij. Dan kunnen we die gevangenis weer een beetje aanvullen. Aangezien er net een paar gevangenen ontsnapt zijn, moeten we natuurlijk wel weer een paar nieuwe hebben. Want we moeten verse gevangenen hebben, zo vers als de croissantjes van de bakker. Behalve de ene bakker in Montfort. We hebben in Montfort op dit moment 2 bakkers, we hadden er eens 3. En één van die bakkers die probeert zich echt helemaal neer te zetten als de stadsbakker van Montfort. Gast, je bent de stadsbakker van Montfort niet, want Montfort heeft 2 bakkers. Dus Montfort heeft 2 stadsbakkers en het is gewoon echt een beetje gênant aan het worden. Hij, alles wat hij doet, we hebben ook bijvoorbeeld zo'n Montfort Facebook pagina, weet je wel. Als je inwoner bent van Montfort, kan je lid worden van die Facebook. En dan krijg je nieuws van de gemeente en van vermiste dieren en al dat soort dingen. En elke keer, als hij daar een reclamepost van zichzelf neerzet, zet hij eronder, gegroet de stadsbakker van Montfort. Kom snel naar de stadsbakker van Montfort om, en dan heeft hij weer een of ander raar koekje en dan wil hij die weer verkopen. Het is gewoon gênant. Echt, please. Dat is niet hoe marketing werkt. Meneer van Dommelen. Dat je het even weet. Deze gaan we even hier neerzetten. Hoppakee. Ik snap dat je heel hip probeert te zijn op social media. Maar dat is niet hoe die shit werkt. Dus ik heb bij deze eventjes de stadsbakker van Montfort afgezekerd. Mag wel, hè. Ik bedoel, het is mijn video. Als ik de hele dag al hier over Zuid-Chinees curler ga lopen praten, dan moet het ook mogen. Dus mijn werk, mijn kanaal. Ik mag praten over wat ik wil. Misschien dat ik er wel een breikanaal van gaan maken binnenkort. Vaak ook breien. Misschien is dat wel leuk. Gaan we lekker breien met z'n allen. En dan zeg ik jullie gewoon, laat ik jullie gewoon hele toffe slagen zien. Of hoe noemen ze dat eigenlijk? Oké, jongens, waarom is dit geen cel? Er zijn geen kantines bereikbaar van deze cel. Oh jawel, we kunnen toch gewoon daar naartoe? Gewoon oversteken, dat is toch niet zo ingewikkeld? Logistiek, distributie van eten. Ja, allemaal die kant op. Hoppakee, dat is niet moeilijk. Werk. Alleen gemiddelde bewaking mag hier komen. Zo. Keurig. En die gaat allemaal daar naartoe. Oh, daar moeten er natuurlijk ook lampen in, hè. Anders zien we helemaal niks. Krijgen we daar straks weer gezeik over. Ik zie niks. Nee, dat komt omdat er geen lampen zijn. En zonder lampen zien we inderdaad geen ene rijt. Lampje, 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 lampje. Bam. Oh. Lampje, lampje, lampje. Kijk, dan hebben we dus nu al een capaciteit van 405. Dit is oprecht de grootste gevangenis die ik ooit gebouwd heb. Which is awesome. Deze beveiligingskamer laten we maar gewoon hangen, hoor. Gewoon recht in het midden van het pad. Die halen we ooit nog wel een keertje weg. Maar nu niet, want we moeten eerst dit even aanleggen. Er moeten hier sowieso nog extra camera's komen. Deze kant op kijken, die kant op kijken. Deze kant op kijken, die kant op kijken. Dan haal ik deze toch maar weg, hoor, deze beveiligingscamera. Want die hangen nou zo raar hier midden in deze gangen. Ontmantelen. Deze mag wel blijven. Dus dan moeten we er misschien hier nog eentje ophangen. Dan kijken we eens gewoon recht deze gang in. Waar is mijn beveiligingscamera? Dit is een stoel. Daar. Hoppakee. Daar nog eentje. Kijk, dan kunnen we tenminste zien wat er gebeurt. In die cellenblokken. Hm? Is op zich ook wel zeer fijn. Kunnen we de gevangenen tenminste een beetje in de gaten houden. Bam, 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 bam. Lampjes. Oh, wat leuk. Kunnen we alles mooi zien. Ondertussen heeft Gareth Chappell nog maar 10% kans dat zijn beroep wordt aangenomen. Misschien dat we binnenkort wel weer een te dood veroordeelde gevangene hebben. Maar het is bijna avond. En morgen heeft hij dan waarschijnlijk een afspraak met zijn reclasseringsambtenaar om te kijken of dat hij misschien vrij mag, ja of nee. Ik hoop natuurlijk van niet, want hey, waarom zouden we hem vrijlaten? Executie is veel leuker.
We kunnen trouwens hier, denk ik, net ook nog wel eventjes wat extra patrouilles neergooien. Want die hebben we hier helemaal niet. En een patrouille is nog best wel heel erg handig. De burgemeester belt. Wat is er aan de hand, burgemeester? Vanwege een ramp in de nabijgelegen gevangenis is een hele sectie van de faciliteit onbruikbaar. We moeten hun gevangenen naar jouw gevangenis overplaatsen, aangezien er geen andere faciliteiten in de omgeving zijn. Ze zullen snel gebracht worden. Hey, zie je wel dat het goed van pas kwam? Om deze cellenblokken te bouwen, nu hebben we gewoon ruimte. Nieuwe gevangenen, maar hoeveel komen er? Wat staat hierbij? Wat staat erop? Er was net een dingetje. Kan ik dit doen? Nieuwe gevangenen over 30 seconden. Ben ik eventjes een partij blij met deze nieuwe ruimte? Holy shit, hoeveel zijn het er? En krijg ik daar ook nog geld voor of niet? Ik ga niet gratis gevangenen over zitten nemen. Ik ben geen vrijwilligersinstituut. Ze zijn ook allemaal fucking evil. Dat zijn allemaal oranje gevangenen. Geef mij gewoon normale gevangenen, joh. Kijk hoeveel we er hebben. Niet te zuinig. We vullen tot 300. Nee, totaal aantal gevangenen. Aangezien we er nu 408 mogen. Is in totaal 400. Nee, dat is niet waar. We gaan 370 gevangenen gaan we aannemen. Hoppakee, 370 gevangenen. Waaronder één ter dood veroordeelde. En er kwam sowieso wel een ter dood veroordeelde binnen. Dus dan krijgen we als het goed is zo meteen twee. Dat is gezellig. Maar zoveel ter dood veroordeelde cellen hebben we toch helemaal niet. Misschien binnenkort maar eens eventjes wat extra celletjes aansluiten. Ondertussen. Moeten we nog even kijken hoeveel we deze kunnen verbinden. Ja, want deze heeft pas één verbinding. Dat is twee. Moet ik wel eventjes goed doen. Drie. Vier. We kunnen er maximaal 8. 5. 6. 7. Hebben we er nog eentje over toevallig? Denk het niet, hè? Deze kant is helemaal beveiligd. Met camera's. Keurig netjes. Jongens, jullie hebben de... Werkmannetjes, jullie hebben de camera's verkeerd om opgehangen. Oh my god. Haal me weer weg, die dingen. Ik ga binnenkort eens eventjes een functioneringsgesprek met mijn werkmannetjes aan, hoor. Ze hebben alle camera's verkeerd om opgehangen. Wat is dat, je sukkels? Deze ook? Kom op, jongens. Jullie kunnen beter dan dit. Wat hebben jullie nou voor opleiding gehad? Man, man, man. Beveiligingscamera's. Zo dan. Deze weg opnieuw. Gewoon nog een keer proberen, jongens. Jullie kunnen dit. Waarom moet ik werken met zulke prutsers? Geef me gewoon normale werkmannetjes. Werkmannetjes die dingen snappen. Deze werkmannetjes zijn te retarded om te poepen. We kunnen hun eigen kont nog niet eens afvegen. Muren slopen. Deze muur moet weg. Hebben we natuurlijk niet meer nodig. Krijgen we er zometeen ook nog heel veel geld. Oh, kijk eens eventjes. Zometeen 20.000. In de pocket. Dan kunnen we misschien deze cellenblokken verder uitbouwen. Dat is ook wel heel erg tof. Een lekkere cashflow ondertussen. Oh, wow. Dat is ver uitgezoomd. Zullen we hier anders misschien nog een paar fornuizen op aansluiten? Zo. Misschien dat het werkt om nog net eventjes wat extra eten te fixen. Kijk jongens, lekker eten. Smikkelen, smikkelen, smikkelen en smullen. Oh, wat is het lekker. Nou, zo lekker krijgen jullie thuis niet te eten, jongens. De gevangenen hebben er een andere mening over. De gevangenen vinden het niet lekker. Nou, ze zoeken het maar uit, hoor. Verbinden. Wij gaan deze opnieuw doen. Dat is 1. 2. 3. 4. 5. 6. Keurig. Alles helemaal netjes. En dan kunnen we ook meteen, aangezien we toch alles netjes willen hebben, dit helemaal volgooien met houten vloertjes. Hebben we dat ook meteen maar geregeld. Anders is de helft van de gevangenis is volgebouwd en de andere helft niet. Dat ziet er niet uit. Mag wel een beetje mooi zijn, hè? Het oog wil immers ook wat. Tenminste, mijn oog. Hoppatee. Kost een heleboel geld. Maar dan heb je ook wat. Namelijk een toffe gevangenis. Bam, 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 bam.
keramische vloertjes, natuurlijk ook meteen. Die zijn gelukkig een heel stuk goedkoper, maar dat is deze duur. Hoppakee. En gelukkig hebben we toch een cashflow van 17.000, dus dat geld stroomt toch wel weer terug. We krijgen dat geld vanzelf weer op onze bankrekening gestart. Zo. En dan deze. Hoppatee. Aan de slag, werkmannetjes. Doe je ding. Bouw het maar eens eventjes netjes. Bouw het maar eens eventjes mooi. Oh, deze camera moet ook nog. Waar is de camerasysteem ding? Daar. Oké, verbinden. 1, 2, 3, 4, 7, 8. Got it, helemaal vol. Kijk daar jongens, dit wordt al mooi. Ik ben zo trots op deze prison, hè. Het is ongelooflijk. 10% nog steeds voor Gareth Chapel. Die gozer heeft toch zometeen weer een hoorzitting, of niet? Even kijken, gevangenen. Chapel, waar ben je? Chapel. Het is op zich wel handig, jongens. Als de bewakingscamera's gewoon echt helemaal aangesloten zijn. Inactief. Nee, niks inactief. Moeten we wel goed in de gaten houden wat er gebeurt. Bewaker. Blijf patrouilleren. Ik ga trouwens extra bewakers aannemen. Want we kunnen ze nu betalen. Hoppakee. We hebben ze sowieso nodig. Er moeten meer bewakers in deze prison. Waar is Chapel? Chapel is verdwenen. Het is net een beetje zoals waar is Waldo, maar dan anders. Waar is Chapel? Oh, daar. In een andere cel. Oké, okay, verklaar een heleboel. Jij, vriend. 10% kans op clemency. Wanneer is jouw volgende hoorzitting? Even kijken, ervaring. Hoger beroep tegen de doodstraf. 2 keer mislukt. Yay! Nou, nog 1 keertje. Dan gaan we je executeren, vriend. Zijn stemming is slecht. Ja, dat snap ik, dat je stemming slecht is. Je wordt binnenkort geëxecuteerd, of je het nou leuk vindt of niet. Hij heeft een straf van 10. Mooi man. Gareth Chapel. Verkrachting en moord. Op zich terecht dat die gozer de doodstraf krijgt. Zouden we zo denken. Even kijken. Bij de programma's. Waar is die vent? Hoger beroep tegen de doodstraf. Van 12 uur 's middags tot 4 uur 's middags. Dan had hij dus net een beroep moeten krijgen. Maar dat heeft hij niet gehad. Waarom krijgt die gozer geen beroep voor zijn doodstraf? Ook oneerlijk. 1 sterfgeval. Waar nou weer? Hier. Oh jongens, jullie zien er een beetje ziekjes uit. Ik zou even naar de dokter gaan als ik jou was. Ik zou ze even goed onder controle houden. We hebben ze misschien... De ziekenboeg is er wel. Ze kunnen naar de ziekenboeg als ze zouden willen. Heb ik misschien te weinig dokters. Oké. Meer artsen. Jongens, maak de gevangenen beter. Nou, dat is jullie werk. Aan de slag. Goed zo. Keurig. Iedereen beter maken, jongens. Hoppakee. Doe maar een soort Jezus spelen in je witte sjaal. Mooi, man. Kijk, en het is helemaal klaar. Tenminste, het is bijna helemaal klaar. Ik zie namelijk dat we hier nog een beveiligingskamer moeten bouwen. En ik denk dat we het niet meer voor elkaar gaan krijgen om vandaag die extra beveiligde ruimte te bouwen. Maar dat komt omdat we natuurlijk in één keer extra gevangenen kregen waar ik helemaal niet te voorbereid was. Dan zullen we dat waarschijnlijk morgen moeten doen. Nou, so be it. Kunnen we ook niet al te veel aan veranderen, hm? Wat zo is, dat is zo. 2 sterfgevallen vandaag. Yay, meer ruimte. Hartstikke leuk. Jongens, laat elkaar nog eens even met rust in die freaking kantine. Die kantine is om te eten, niet om elkaar dood te maken. Ga dat nou eens een keertje leren. Zou zeer gewaardeerd worden. Informanten. Wie zijn informanten? Je hebt geen vertrouwelijke informanten. Benader gevangenen die onder druk staan, zoals in een eenzame opsluiting. Wow, daar heb ik eentje van. Hier. Of is die vrijgelaten? Ik had sowieso een legendarische gevangen. Misschien is hij vermoord. Ik denk dat die gevangene vermoord is. Dat denk ik wel. Ja, dan ligt er weer bloed in me. Jongens, ik heb die kantine gebouwd zodat jullie lekker kunnen eten. Ik heb niet die kantine gebouwd zodat jullie elkaar ongezien kunnen vermoorden. Dat was niet de bedoeling. Waarom ben jij nog steeds niet aangesloten op een stroomnetwerk? Dat ben je wel. Ommantelen. We gaan een nieuwe neerzetten. Deze is blijkbaar kapot. Zo te zien heb ik hier een Chinese metaaldetector. Haal dat ding weg. Zo, komt u maar. En zet hem weer terug. Sluit me weer opnieuw aan. Ja, dat doet hij het wel.
Chinese rommel ook altijd. Faku Gamers, hopelijk willen jullie vandaag nog eventjes een like op deze video knallen. Als je het nog niet gedaan hebt, zoals je kan zien, het gaat uitstekend met onze prison. We hebben een dagelijkse cashflow van 17.000. Binnenkort wellicht weer een executie. Ik zou het in ieder geval tof vinden als we die gozer op de stoel mogen zetten. En ik denk dat we de komende tijd gewoon lekker gaan proberen om de boel netjes in te richten. Ja toch, waarom ook niet? Morgen gaan we natuurlijk deze keer echt beginnen met het bouwen van hier een extra ruimte. Als er niet weer iets tussendoor komt, maar daar gaan we maar niet vanuit. Waar we wel vanuit kunnen gaan, is dat er morgen gewoon een gloednieuwe aflevering van Prison Architect is. Dus mocht je nog geen like gedaan hebben, knal hem erop. En hopelijk zie ik jullie morgen terug, jongens, bij de volgende aflevering van Prison Architect. Hier op Faku Games. Mazzel!